Als je Kortrijk speelt, protecteer je dan ook de teksten? Ja. Toch? Ja, doen we wel. Ja. Dan hebben we eigenlijk een keer ja, op een try-out geprobeerd om te zien wat de reacties waren. En ja, eigenlijk waren mensen echt blij ermee. Dat ze ook dachten van, ja, je verstaat toch wel, er is altijd wel iets dat je een keer niet verstaat. En plus dat je ook zo de blokjes aan ziet dat je nog eens kunt teruglezen. Ah, je, dat hoort dus... Ja, ja. De meeste mensen vonden dat eigenlijk een meerwaarde. Je doet het ook in West-Vlaanderen, ja. In uw thuis. Dat de teksten geprojecteerd worden. Ja, maar het alternatief is dat iedereen West-Vlaams gaat leren. Nee, het ideale scenario zou zijn dat het gewoon zin per zin komt, gelijk dat ik het zing, maar dan moeten we echt gewoon iemand meenemen die alleen maar dat doet. Nu moet Bruno 27 dingen tegelijkertijd doen, dus... Ik versta het perfect dat je zingt, en toch betrap ik me erop dat ik op die stemmen zit, oké? Ja. Dat is de rest van de tekst, en toch versta ik het perfect. Ja. Ja, dus dat is wel een nadeel, effectief, als je... Als je, ja... Allee, soms zeggen mensen van, voor mij hoeft het niet, het trekt mijn aandacht en... Maar als je moet brilletjes hebben die blenderen voor West-Vlaamse natives. ID-bril. Soms hoor ik het, vooral dat ik perfect zou verstaan, soms heb ik een nota gezien ook. En ja. Maar de vreemde taal is dat ook zo, onder titels versta dat altijd beter dan dat je geen onder titels hebt, terwijl dat mij dat perfect zou gewoon kunnen verstaan. Ja. Met die boekjes dat je nu geschreven hebt, je hebt eigenlijk altijd al heel veel succes gehad op het podium. Waarom schrijf je dan nog een boek daarbij? Omdat het nooit genoeg is. Omdat ik dat graag doe. En ja, omdat dat... Ja, dat komt de aap uit de mouw. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Ik ben blij dat jullie ook eens bij de nabespreking zitten. Ja, schrijven is een heel andere manier van uitdrukken dan op het podium dingen staan zeggen. En het is wel een verwantschap hoor met elkaar, maar je hebt bij schrijven geen controle op hoe dat bij mensen overkomt. Dus ik moet zoveel harder nadenken en zoveel harder proberen om het juist op te schrijven en om te zorgen dat het iets teweeg brengt op het moment dat je het leest. Omdat er geen schakel meer tussen zit. En dat is, ik vind dat zeer uitdagend om te doen. Ik vind dat zeer boeiend om te doen. Boeken schrijven is totaal iets anders dan teksten maken. Ja, dat vind ik wel. Ja. Dat vind ik wel. Radioreportages? Ja, dit is meer verwant met een voorstelling maken. Maar het is wel heel anders, want de radioreportages die je maakt... Ze zien zelf eigenlijk echt aan de kant en laat, het zijn heel mooie resultaten, zeker voor je vader, maar ook in over de kudde waar je mee komt. En als totaal anders, want als je dan nu ziet van hoe je inderdaad de eikel speelt en iedere keer de aandacht naar je in de radioreportage doe je exact het omgekeerde. Wat is eigenlijk het makkelijkst? Ik vind, Ik weet niet wat ik het makkelijkst vind. Het is gemakkelijker om de aandacht weg te schudden. Ja, nee. Dan moet ik maar iets anders doen, want ik wil ook wel graag heel veel aandacht. Dus ik wil ook zeggen dat ik een stap opzij moet doen en ik dat lastig vind. Maar ik vind het altijd toch wel makkelijker om voor het onderwerp te gaan staan als het daarover gaat. Hier is het onderwerp wat ik speel. Dus, ja, dat is eigenlijk hoe lastig het kan zijn als iemand de aandacht naar zich toe trekt voortdurend. Of hoe dat iemand niet werkelijk ontroerd durft te geraken of te zijn. En dan is dat het onderwerp en dan moet ik dat omarmen en veel mee doen en willen voorspringen. Dus ja, wat het onderwerp vraagt, dat. Maar dat is altijd, ik vind dat altijd een moeilijk evenwicht zoeken tussen
kijken hoe krijg je uw verhaal juist verteld en wanneer staat u zelf aan te stellen en het andere uiterste, wanneer zijn ze eigenlijk te nederig of pakte te weinig de aandacht. Want nu met die radioreportage is ook wel nog veel de aandacht hoor. Als je zou optellen hoeveel tijd dat ik aan het woord ben, dan komt er nog een flink wat. Met de reportage over je vader was dat ook heel... Eigenlijk is dat heel erg blootgegeven. Dat was in de voorstelling ook, maar in de voorstelling was het nog minder, omdat je daar mede de controle aan houdt. Ja. Ja, daarin is radio ook wel gemakkelijker, omdat je één... Dat je dat dan één keer doet tijdens het maken en dat is het. Dus als je één keer de moed hebt om dat dan te doen, dan staat dat op tape en dan kun je daarmee verder, kun je daarmee schuiven. En nadien is het ook vertrokken. En in een voorstelling vind ik het wel moeilijker om dat keer op keer te proberen doen of te laten zien. Of, eigenlijk is het de enige manier om dat goed te doen, is dat graag doen, merk ik. En dus dit is altijd gaandeweg tijdens het spelen dat ik merk van ik begin dit liever en liever te doen. Ik doe het wel graag van in het begin, maar dan zit er nog veel twijfel op en wil ik dit wel doen en je weet mij niet te veel bloot of ben ik niet antipathiek of te geforceerd sympathiek of te, dus eigenlijk een dwaze vragen en denken over hoe dat je overkomt. En zo tijdens de tournee wordt dat losser en losser eigenlijk. En dan ook meestal grover en grover eigenlijk. Ja, dat is een beetje mijn karakter. Maar je associeert ook bij met wat je aan andere opleidingen zou hebben gedaan. Dat varieert. Ja, maar ja, bij Wannes is het ook heel gevarieerd. In het feit dat we allerhande opleidingen... Ik vind dat wel elke keer anders, ja. Ja, het is toch altijd wel terug zeggen van... Dat ja. Denken van waarover gaat het gaan, ja. Ik vind dat opladen niet zo moeilijk, eigenlijk. Nee. Gaat u opladen? Ja, ik heb mijn opladpunt, ja. De voorstelling wordt ook geweldig ondersteund, vind ik, door de cello-partijen die... meespelen. Eindelijk! Toch? Ja. In die zin is het een beetje verwonderlijk dat je ineens ook het woord krijgt. Dat we zijn ook elke keer weer. We verwachten het niet, maar... Ik vroeg me af van waar de monoloog kwam. Of komt of volledig uit het brein verzonnen. Ja. Ik associeer het met... Qua stijl, qua gevoel, qua subtiliteit met Jan Hermans. Hopla! Jeppa! Echt waar. Dan mag ik het horen. Want bedoel je Herman ook qua niet? Accent vooral. dat heel erg verdichten. Zo, dat heel... Ah ja. Dat functioneert, ja. Maar toevallig, ik weet niet of het dezelfde monoloog was, ik herinner mij een hommage aan Toon Hermans in Sittard. En een gelijkaardig iets kwam erin, een muzikant die daar... Oh, het is gepikt, Frans. Nee, dat niet. Het is heel mooi. Ja, dankjewel. Echt waar. Ja. Je doet dat nogal. Nee. Je bent uiteraard muzikant, maar je geeft ook voorstellingen waarbij dat je tekst brengt. Of is dit Wouter die u dat... oplegt, ja. Hey, Wouter en Wannes. Ja, dat is waarschijnlijk nieuw, hè. Ja. Uw eerste stappen eigenlijk in de stappen als acteur. Ja, ik vind het heel mooi. Helemaal nieuw toch, hè? Heb je op het podium al lijnen gehad? Ja, maar kan mijn monitor wat harder? Ja, dat werd dan ook al. Dan de hele zaal kalm bij me. Ja. Kalm, nee. Ja, het is een heel mooi stukje.